Hey daar, leuk dat je er bent. Ik ben Thias en dit is Wiki Weetjes. Met deze keer een aantal weetjes over de slag bij Woeringen. Op 5 juni 1288 vond de slag bij Woeringen plaats. Woeringen, wat tegenwoordig een stadsdeel van Keulen is, behoorde tot het Heilige Roomse Rijk. De aanleiding begon al jaren eerder. Want toen hertog Jan I van Brabant aan het bewind kwam in Brabant, braken er sinds lange tijd weer vijandelijkheden uit tussen Brabant en Gelre. Dit modderde een paar jaar door, tot uiteindelijk de partijen tegenover elkaar kwamen te staan. Aan de ene kant stond Jan I met 1500 ridders, die gesteund werd door graafschap Loon, de vrije rijksstad Keulen en graafschap Bergen. Aan de andere kant stond de Reinoud I met zijn troepen, gesteund door het graafschap Luxemburg, keurvorstendom Keulen en hertogdom Limburg met 2200 ridders. De slag duurde enkele dagen, waarbij aan de Brabantse kant slechts 40 ridders omkwamen en aan de Gelderse kant zo'n 1100. In het missaal van de kerk van Woeringen staan 2400 doden vermeld. Onder de doden waren ook Hendrik VI van Luxemburg en twee van zijn broers. Brabant had de strijd dus duidelijk gewonnen, waardoor hertogdom Limburg bij Brabant gevoegd werd. Dit maakte van Jan I een van de machtigste heren van het Nederrijngebied. Reinoud I van Gelre werd gevangen genomen door Jan en naar Leuven overgebracht. Graaf Adolf van Nassau, die de troepen van de aartsbisschop van Keulen aanvoerde, werd door Jan vrijgelaten voor zijn getoonde moed. De aartsbisschop zelf kwam er minder makkelijk vanaf. Als gevangene van Adolf V van Berg moest hij een jaar lang zijn zware gevechtsuitrusting dragen. Uiteindelijk werd de aartsbisschop vrijgekocht, waarna deze weer graaf Adolf gevangen liet nemen. De graaf werd vervolgens naakt, met honing besmeerd en opgehangen in een ijzeren kooi als een soort attractie voor bijen en vliegen. Wat de rijke graaf de aartsbisschop ook aanbood voor zijn vrijlating, de aartsbisschop ging er niet op in. Adolf V stierf op 28 september 1296 in gevangenschap. De slag bij Woeringen was het einde van de Limburgse successieoorlog en wordt samen met de Gulden Sporenslag van 1302 gezien als de grondslagen voor de Belgische onafhankelijkheid van Duitsland en Frankrijk. En dat was het voor deze keer. Wiki, wil je ook wat weten? Laat het dan achter in de comments en misschien maak ik er een video over. Vanmiddag posten we nog veel meer Wiki-weetjes, dus blijf ons volgen op social media. Deel de kennis met je vrienden en laat ook even een like achter, want dat helpt enorm. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende Wiki-weetjes. Hoi!